Meneer Elbers, wat vindt u van de nieuwe aangekondigde luchtvaartmaatschappij? Nou, het nieuwe plan Trust Together is een heel waardevolle aanvulling op het strategisch plan dat we al hebben rondom Perform 2020. En de plannen bij Air France zorgen voor een manier om ook bij Air France winstgevende groei te gaan creëren. U denkt dat het wel het verschil kan maken? Nou, wat belangrijk is dat er in Frankrijk weer momentum komt, dat de sociale dialoog weer op gang komt en dat er een manier gecreëerd wordt om winstgevende groei te creëren. Daar zou dit vehikel een hele goede rol in kunnen spelen. En wat kan het betekenen voor KLM? Nou, voor KLM is eigenlijk de bevestiging gekomen gisteren dat we vooral moeten doorgaan op de ingeslagen weg. Op de weg van kosten besparen enerzijds, investeren anderzijds. En een aantal van de initiatieven die we hebben genomen rondom vernieuwing, digitalisering, gaan we volop mee door.